Hallo allemaal, ik ben Natasja. Sorry voor mijn gezicht trouwens, ik heb wat last van puisten. Ik zou eigenlijk echt dringend minder chocolade moeten eten. Ik ga daaraan werken. Ik wou jullie even vandaag vertellen dat ik eigenlijk heel erg veel geluk heb. Want ik verdiep mij, zoals jullie wel weten, heel erg in het spirituele. Maar ik hoor van veel andere mensen die zich in het spirituele verdiepen, dat zij heel erg veel last ook krijgen van de donkere, duistere kant. Zoals bijvoorbeeld slaapverlamming. Dat is dus dat je wakker wordt en je kan je niet meer bewegen. En rondom je begin je echt enge figuren te zien. In de duisternis dat binnenstroomt. Sommigen zien ook aliens, de Greys zien zij, of in elk geval, het is in elk geval heel eng, vertellen zij. En ook andere zaken, dat je bijvoorbeeld bezoek krijgt van slechte wezens die zeggen van ja, je moet stoppen met het goede te delen naar andere mensen toe, die proberen het licht tegen te houden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, ondanks dat ik me wel heel erg verdiep in het spirituele en zo. En ook wel mijn kennis en mijn wijsheid deel aan jullie. Dus ik heb eigenlijk heel erg veel geluk dat ik dit nog nooit heb meegemaakt. Dus te hopen dat het ook niet komt. Misschien word ik wel heel erg goed beschermd en komt het daardoor dat mijn gidsen en mijn engelen het duister niet willen toelaten. Dat zij sterker zijn. Ja, ik hoop in elk geval dat het nooit gaat op mijn pad gaat komen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie ervaringen en verhalen. Als jullie iets engs hebben meegemaakt met de duistere zijde, de duistere kant, met de slechte aliens of met andere slechte krachten, dan mogen jullie dat altijd delen aan mij. Ja, ik hoor daar echt super veel verhalen van andere spirituele mensen. Dat ze ook wel met het duistere te maken hebben gekregen. Dan is het heel vreemd dat ik daar nog geen ervaring in heb. Ik geloof het wel. Want er zijn zoveel verschillende zoveel bronnen die hetzelfde vertellen. Dus dan moet er echt wel iets van waar zijn natuurlijk. Het slechte wat ik vooral merk is in de muziekwereld. Bekende popsterren zoals bijvoorbeeld Katy Perry, Cardi B en Rihanna en Taylor Swift en zo. Ik volg vooral die laatste nieuwe video's en ik merk als ik naar die video's kijk dat ik een slecht gevoel over krijg. Het is precies of dat zij zelf niet meer zijn, dat zij volledig onder controle worden gehouden en een zelf zijn verloren. En voor mij is dat het bewijs dat het slechte ook echt bestaat. Ik bedoel, er hangt echt geen goed gevoel aan deze nieuwe video's. Ik heb het al de laatste jaren, lijkt het zelfs nog erger en sterker te worden. En ik heb daar echt geen goed gevoel bij. Ik ben benieuwd naar wat jullie hiervan vinden, van deze mening dat ik heb. Dus ik wil dit graag delen. Laat zeker jullie ervaringen en jullie meningen weten als jullie dit willen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel veel liefs van mij.